Liffy, Ja. Liffy, kom help my gou met my medisyne asseblief. Ek kan ongelukkig nie nou kom nie. Jenny is op pad. Hou so 'n bietjie aan, hoor. OK. Is dit die tyd om hier aan te kom? Ek is so jammer, Tietjie. Gaan net. Ek het nodig daar binne. Okay. Môre lê. Hallo Jenny. Dit is 9:00 in die oggend. Ja, meneer, ek weet nie hoe om dit vir meneer te sê nie. Maar ek vermoed daar was iemand by mevrou gister. Ek weet, Jenny. Ek kon nie eens reg slaap nie. Ek weet en dit gaan nou al 'n hele rukkie aan. Dis die eerste keer, Jenny. Saamgesels as dit moontlik is. Man, ongelukkig sal ek nie nou kan nie, dokter. Ek is op pad uit op besigheid. Maar hy is daar binne. Hy is welkom om deur te gaan. Dankie. Niks wat ons meer kan doen vir u nie. Ek sal voorstel dat u begin reëling stref. En jou laaste pad daarbij gemaakt maak. Dis bitter jammer. Ja, meneer. Parker, ons sal praat, ek wil jou sien.
Maar as meneer seker dat ek gaan. Nee, dit sal baie van my. Ek ken jy nie so nie, met jou familie ook sê. Jy is altyd die een wat die extra maal van meneer gaan. Jy is altyd daar as ek jou nodig het. En meneer waardeer dit. Maar ek kan jou leraar geen hou. Die naam ek jy het jou familie tjie. Dank je, Jenny. Hallo, mevrouw. Hallo. Lekker vakantie gehouden, hè? Ja, het was nice. Heb je gezien hoe die huis? Ja, meneer, alsjeblieft, kijk naar die huis. En we gaan kijken eerst naar binnen. Het is baie stil die hele naweek. Gaan kijken wat gaan aan het binnen, alsjeblieft. Oké, mevrouw. Mevrouw, laat ons eerst ons toe om onze medelijden met u te betoen, met die ingang van die man. Maar ons is hier om die boedel en die laatste testament van meneer Clive Reuters voor te lezen aan u. Ons is stil. Laatste boedel en testament van Clive Reuters. Eerstens, mevrouw Reuters, die man laat die na een vakantiehuis in Jeffreys Bay, die huidige huis waar u in u woon, Mercedes C-Class en Jaguar. Sê vir my, is die talke Jenny Swartz wat die blijft? Hoekom? Haar naam is ook op die laatste testament. Spaie snaaks, maar hier is het Jenny. Ken jy haar op my roepes met? As hy jou bloem lukkie so. Jenny? Ja, mevrouw? Nee, is hy Jenny Swartz? Ja. Ken jy vir my, is het jou so. Meneer Burger, Clive Reuters het procureer. Ons is nu die jongens die laatste testament van die een vrouw te lees, de vrouw van meneer Reuters. Meneer Reuters het ons kom sien, nie lang voor sy jong gaan, en hy het net bykie verandering kom maak aan sy testament. En hy
zo graag blijf uit die. Het heeft u ook iets achtergelaten. De reden heeft u gezegd is omdat u zo mooi naar gekeken hebt in zijn laatste paar jaar van zijn leven. En dat is waarom hij zijn dank, want u wil toch betoen. Meneer Reuters het voor u 21 miljoen rand gelos in die bank. Drie bezig. Stop het net daar, meneer. Ik ga jullie niet los, my man. Ze moet nooit aan mij gedoen het. Ik ga jullie niet zo los. Jullie sal werk van mijn procureurs. Mevrouw, net zo.